van de leukste evenementen van Wijk is de kermis. Want er staat van de Kasteelaan tot op de mat er een prachtig pretpark. Natuurlijk zijn er ook de grootste feesten van het Witte Paard en Sterrenbos. Kortom, ik zeg, Wijk is de kermis, de gezelligste van Gelderland. Waarom is de Wijkse kermis de gezelligste kermis van Gelderland? Dat er heel veel mensen, bijna heel Wijchen, erop komt. Nou, dat hoeft het dan niet te vragen. Een biertje, een terrasje en we willen nog meer. De attracties zijn heel leuk en ja, eigenlijk gewoon alles is wel heel leuk. Ik ken niet anders. Het is lekker uitgebreid, gevarieerd, voor elke leeftijd wel wat. Voor de allerkleinste, maar ook voor de wat ouderen. Treffen altijd goed weer. Ik bedoel, een paar maanden staan in de tent en je gaat een paar muntjes halen en je gaat dan weer terug naar de kermis. Ik denk dat dat fantastisch is hier in Wijchen. Ligt aan de meisjes? Nou, het is gewoon heel gezellig door de attracties, door de botsauto's. Kijk even om je heen, heel veel mensen die plezier hebben en lol hebben. En het is gewoon heel druk, dus dat zegt al genoeg, denk ik. Hoe was het? Leuk. Ja? Misselijk? Nou, een beetje. En je broer? Hoe was het? Leuk. Ja? Ja. Misselijk? Nee. Dus jullie gaan nog wel een keer? Ja. Ja, natuurlijk, John. Wat wil je vragen? Wat wil je vragen? Weet je niet? Dan zal ik het al vertellen. De Wijkse kermis is de meest gezellige kermis van het hele land. Niet alleen maar Gelderland, want jij dacht dat het alleen Gelderland is, maar het is het hele land. En heeft ermee te maken dat het in Wijchen gewoon cultuur hoort. Het hoort bij de cultuur. Je hebt de Wijchen carnaval, dan kermis en dan komt iedereen voor terug. Ik heb heel veel vrienden die wonen in andere Nijmegen, Amsterdam, weet ik het allemaal. En wij komen allemaal terug voor de Wijkse kermis. En dat is wat de Wijkse kermis zo leuk maakt.